heren, jongens en meiden, een hele goede middag. Vandaag gaan we weer wat bijzonders doen. We gaan de allereerste RS3 van de wereld tunen. Nou, toch? Daar geniet ik. Alleen meten is weten, hoor. We gaan meten. Dus dat gaan we maar even doen, zeg. De nieuwe RS3 is, voor zover wij weten, nog niet te tunen. Nee. Jawel. Nee, hij is niet te tunen. Jawel. Nee. Ik heb wat geregeld. Ja, dat is leuk voor je, maar hij gaat niet getuned worden, vriend. Hé, hey, maar je hebt het aangepast, hè? Nou, het wordt aangepast. Oh, het wordt, ja. Oké. Okay. De frontlip van Maxton hebben we besteld. Ja, maar nee, begin nou eerst even wat je al hebt gedaan, want het is meteen wat nog niet en... je hebt al wat gedaan, man. Begin gewoon eens bij het begin. Ja, spaces, ja, hebben we gedaan. Ja, die zien dan. Dat zien jullie toch? Ja. Spaces hebben we gedaan. Hij is een stukje ervoor, hij is hier al gelijk met de wielkasten. Achter ook. Ja? Vraag me even niet hoeveel millimeter. Hebben ze wel het helemaal gezegd, heb ik alweer vergeten. Ja, maar het goed. Ziet er leuk uit, toch? Het was heel boeiend, hè? En volgende stap, dat was even wachten, een week of zes zei ze, het Maxton pakket, achtervleugeltje boven. Nieuwe diffuser met de derde remlicht erop. Dat is dik! Dat is wel vet, dat hè? Is dus echt dit dik. Komt erbij. Tuning? Nou ja, die skirtjes hier aan de achterkant en aan de zijkant, zijskirts. Komen eronder en uiteindelijk de frontlip. Dan vliegt die, denk ik. Ja? Ja. En dan nog tunen. Nee Sam, we gaan niet tunen. Dat rolt dichter. Shit! Hè? Hoeveel is het dan? 4,36. Zo. Hè? Netjes hoor. En 521. Dus, wie zat er het dichterbij? Ja, dat ik. Ik had er niet. Oh, maar Remy heeft de bank gemanipuleerd, hè? Het is gewoon een geintje dit, hè? Wel lekker, hè? Goed, hè? Goeie zaak, toch? Maar holy shit, ik loop even snel naar buiten, want binnen zijn ze ook aan het filmen. Die koeler staat nog aan. 436 pk. 36 pk meer. Dan fabriek af. Fabriek af is normaal 400 pk, 500 Nm. Hij doet 436,6 om 521 Nm. Dat is veel hoger dan is normaal gesproken. Sterker nog, dat is bijna 10% hoger op pk's dan fabriek af. En ik had het gevoel, want het doet origineel 0,1 harder naar de 100, of sneller naar de 100. En ik had het idee, dat klopt niet. Hij is veel sneller. En dat klopt dus. 436 pk voor de nieuwe Audi RS3 van Mike. Duitsland. Ik zit met Mikey in de auto. We gaan iets heel erg gaafs doen. We hebben 10 mooie auto's bij ons en we gaan naar het Zwarte Woud. Mikey, tunnel! De tunnel! Met de stofzuiger! Heerlijk, hè?
het doen. Ja, je moet dat ding achterop weghalen. Je hebt te veel weerstand. Nou, we zijn alweer eventjes onderweg. Het wordt bijna donker. Eventjes, zegt hij. Ik kan geen bouwstellen meer zien. Maar Ger gaat aan de kant. Ongelimiteerd autobaan. Papa. En kijk dat ding eens gaan, jongens. Geen plank. Nu vol gas. Daar gaat ie. 233, ja hoor. 40. 50. Ja hoor. 60. Ja. 70. Zo. En dat gaat best, maat. Lekker hoor. Een giga lange dag met allemaal tegenslagen en weet ik het wat allemaal. Stouw. Bouwstellen. Dus wij gaan nog even proberen de 280 aan te tikken. En dan zien we jullie morgenochtend. Mooi geparkeerd. Kijk eens hoe we dit hebben geflikt gisteravond, hè? Pas precies. Een 2 erbij, R6 erbij, GT3, R8. Hurrikan, helemaal dik. Komt er zo naar buiten, ja. Als je hem start, moet je op wegrijden. Ja, dat is ideaal. We moeten nog even wachten, hè? God, jongens. Nou, hier hoor. Daar gaan steeds koppijn. Waarvan? Ja, dat weet ik niet. Dat heb je gedaan, hè? 3,5 liters, 4,5 liters waren het op een gegeven moment. En hoe oud ben je? Maar wijn naar bier, is dat plezier? Ja, toch? Maar hoe oud ben je? Ja, 40. Nee, nog 2 maanden. Ik mag niet zeggen dat ik 40 ben. 39. 39 plus. En nu al hoofdpijn. Ja. 4 bier. Zoals jullie net eens hebben gezien, we hebben geen vrienden gemaakt bij het hotel. Gijs start ze geeft het IRS en die moest per direct weer uit. Nou jongens, nu gaat de rest van het kabaal los, dus succes! Ik hoop dus oprecht dat we hier vandaag nog terug mogen komen. Ik heb een hard hoofd in, maar ja, dat is het probleem voor later. We zijn een paar minuten verder en ineens is het weer helemaal omgeslagen. Lekker wolk, hè? Ja, maar we hebben lekker weer. We hebben echt lekker weer. De zon, de regen, in de wolken nu, mist, noem maar op. Alles hebben we. Maar, kwartrootje, altijd is goed. Dit is met Nothing aan het RSS M2. Dit is natuurlijk ook in deze weersomstandigheden tricky, superleuk. Maar kijk eens. Wat een weer, man.
inmiddels weer terug in het regenachtige Nederland. Jongens, het lijkt wel alsof dit weer me oprecht aan het achtervolgen is. Je kan er helemaal niks mee, je kan geen video's maken, je kan geen toffe dingen, geen leuke dingen doen. Wel, afgelopen weekend was het natuurlijk een groot spektakel, ik heb ervan genoten. Ik hoop dat jullie het ook onwijs gaaf vonden. Laat me weten in de reacties wat jullie ervan vonden. En als kerst op de taart heb ik nog een vraag. En die vraag is... Wat moet de volgende auto worden? Het is tijd. We gaan nu echt serieus op zoek naar iets nieuws. Voor mijn verjaardag, 21 november, wil ik een nieuwe auto hebben. Wat moet het worden? Laat het weten in de reacties. Vergeet natuurlijk niet te abonneren, vergeet niet te liken. En dan zie ik jullie weer heel erg snel. Mazzelen.